Welkom bij de feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs 2020. De prijs voor de 12 beste VWO-profielwerkstukken van heel Nederland. Mijn naam is Erik Pekel, ik ben presentator en met veel plezier leid ik je het komende uur door dit programma. We zijn live en we zijn online verbonden met jou en ook met de 19 winnaars van de onderwijsprijs. Je ziet ze hier allemaal in beeld, jongens. Enorm gefeliciteerd. Hartstikke leuk dat jullie allemaal in de uitzending zitten. Spannend moment voor jullie, want we gaan zo meteen bekendmaken hoe de rangschikking eruit ziet op het erepodium. Dat doe ik samen met de president van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen, Ineke Sluiter. Welkom. Dank je. Ja, Ineke, het is echt een hele bizarre periode nu natuurlijk. Door corona worden allerlei bijeenkomsten, ja, die kunnen gewoon niet doorgaan. Het liefste had je natuurlijk iedereen die nu kijkt bij elkaar verzameld. Jullie hebben ervoor gekozen om het nu toch door te laten gaan, online. Waarom vind je het belangrijk dat deze ceremonie doorgaat? Ja, dat is, ik zit naar de winnaars te kijken, omdat al deze winnaars echt een onderzoeksprestatie geleverd hebben. We zijn de Academie van Wetenschappen. De wetenschap staat enorm in de belangstelling op het moment. Het zou toch wel triest zijn als de KNAW geen manier gevonden had om deze winnaars nu al in het zonnetje te zetten. Ja, dus, ontzettend vandaar. Leuk. En een mooie bijkomstigheid is dat er nu nog veel meer mensen kunnen kijken. Hè? Klasgenoten, opa's, oma's. Ouders uiteraard. Hè. Ik ben heel benieuwd, waarom organiseren jullie de onderwijsprijs? Ja, de onderwijsprijs hebben we sinds 2008. En het is eigenlijk de bedoeling om te vieren dat de basis voor de wetenschap, hè, van een nieuwsgierige kennissamenleving, die wordt gelegd in het onderwijs. Dus deze leerlingen hebben bevlogen docenten, daarom heet het de onderwijsprijs, die hen heel effectief hebben geleerd om een onderzoek al uit te voeren op hun niveau. Ja, wij zijn daar heel blij en trots om en vandaar de onderwijsprijs. Maar het is dus ook een onderzoeksprijs. Ja, dat onderzoek dat begint hier bij die profielwerkstukken. Ja. Het zijn echt indrukwekkende inzendingen geweest dit jaar. Je gaat daar straks wat meer over vertellen. We gaan de winnende inzendingen, de pitches daarvan, die gaan we straks ook in beeld brengen. Maar in totaal waren er 314 inzendingen dit jaar van 160 verschillende scholen. Nou, het lijkt mij een enorme klus om dat terug te brengen naar 12 winnaars, verspreid over 4 profielen. Kun je daar wat over zeggen? Hoe ga je dan te werk? Ja, daar moet echt een heel proces aan te pas komen, want het is inderdaad heel erg veel. Dus de eerste fase, terugbrengen van die longlist naar een shortlist, dat gebeurt door vakdidactici, door didactici en door docenten van lerarenopleidingen. En dan komen uit elk profiel de 10 beste. En die worden aan een jury van topwetenschappers voorgelegd. Dat zijn leden van de Nederlandse Academie van Wetenschappen. En die kiezen daar de nummers 1, 2 en 3 uit. Ja, dus dat wordt heel zorgvuldig allemaal bekeken. Vinden zij dat leuk ook om dat te doen, om met die profielwerkstukken aan de slag te gaan? Wat hoor je daarover terug? Ja, als er nieuwe leden van de KNAW gekozen worden, dat is een hele eer voor een wetenschapper om lid te zijn van de academie, dan vragen we ze vaak om als een van hun eerste klussen naar de profielwerkstukken te kijken. En dan zijn ze totaal verkocht. Het is elk jaar geweldig en ik hoorde ook dit jaar dat het een fantastische oogst was. Dat er echt hele knappe prestaties geleverd zijn voor leerlingen. Ja, uiteindelijk ook nog maar in het voortgezet onderwijs. Dus we verwelkomen ze straks van harte aan de universiteit. Ja, dus je zegt het is een uitstekend jaar. Hele goede inzendingen. 19 winnaars, dat sowieso. En zo meteen ga jij dus bekendmaken hoe de verdeling eruit ziet op het erepodium. De KNAW Onderwijsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En we gaan kijken naar een videoboodschap van Timon Verheulen. En hij is directeur voortgezet onderwijs bij het ministerie. Goedendag, leerlingen, leraren. Mijn naam is Timon Verheulen. Ik ben directeur voortgezet onderwijs bij het ministerie van OCMW. En ik wil jullie op deze manier graag toespreken op deze bijzondere dag. Op een bijzondere locatie, namelijk bij mij thuis. Maar dat verbaast niemand, want dat hebben jullie ook allemaal de afgelopen periode meegemaakt. Dat is nu eenmaal de situatie waar we in zitten. Ik denk dat we allemaal heel graag in dat prachtige KNAW-gebouw hadden gezeten vandaag,
om echt een feestje met elkaar te vieren. Dat kan helaas niet. Dus we moeten maar het beste van maken in deze omstandigheid. Dat zijn we toch wel gewend met elkaar de afgelopen maanden. Zeker in het onderwijs, waarvan leerlingen en leraren het uiterste wordt gevraagd in deze tijden. Maar juist daarom denk ik extra belangrijk dat we ook juist toch proberen om een feestje te vieren waar het kan. Dat doen we gelukkig ook voor de eindexamenleerlingen die hun diploma halen dit jaar. En dat doen we dus ook bij deze profielwerkstukken. Dus dat is uitstekend, zou ik zeggen. En ik wil vooral alle leerlingen natuurlijk van harte feliciteren met het prachtige werk dat is verricht. Waar jullie vandaag ook geheel terecht uitgebreid voor worden beloond. Maar ik wil toch ook even stilstaan bij de rol van de docent daarbij. Vanuit het ministerie van OCW weten wij natuurlijk hoe belangrijk de rol van docent is. Dat weten jullie leerlingen natuurlijk ook. Maar ook bij de profielwerkstukken is het denk ik uitermate belangrijk dat docenten een klimaat creëren waarin je echt je creativiteit kan laten zien. Waarin je je energie kwijt kan en een prachtig werkstuk kan opleveren. En dan heb je een docent nodig die je inspireert en die je stimuleert en die je ook ruimte geeft en af en toe ook corrigeert waar nodig. Nou, die docenten zijn er dus, want anders hadden deze profielwerkstukken er denk ik ook niet gelegen. Dus ik wil vooral ook docenten daar ook mee feliciteren. En ook geweldig hoe jullie in deze tijd het onderwijs op afstand vormgeven, er zoveel mogelijk het onderwijs proberen voor te zetten, hoe ingewikkeld dat ook is in deze situatie, om voor leerlingen echt het allerbeste te verzorgen in deze tijd. Dus heel erg veel dank daarvoor. Dus veel dank en hulde aan alle docenten en alle leerlingen. Ik wil jullie van harte feliciteren met deze geweldige profielwerkstukken. En ik hoop dat jullie er een hele mooie dag van maken. Tot ziens. Heel veel dank, Timon Vermeulen. Voor de ondersteuning ook van deze prijs en voor het onderstrepen van het belang van goed onderwijs en de rol die docenten daarin spelen. Ook de docenten die kijken natuurlijk mee. Een enorme prestatie. Zometeen komen we nog terug op wat mooie zaken die hier klaar liggen ook voor de docenten. Maar laten we eerst kijken naar de prijzen die horen bij de derde, de tweede en de eerste plaats. Want er zijn studiebeurzen aan verbonden. De derde plaatswinnaars die ontvangen allemaal een studiebeurs per persoon van 1000 euro. Op de tweede plek hoort daar een studiebeurs van 1500 euro bij, dus voor elk. En de winnaars van de eerste plaats per profiel die ontvangen een studiebeurs van 2000 euro. En in de vier profielen zien we straks eerst de leerlingen in beeld die hun werkstuk pitchen. En dan vertelt de juryvoorzitter waarom de jury juist die drie winnaars heeft gekozen. En tot slot maakt de KNAW-president bekend hoe de verdeling op het erepodium eruit ziet. Timon Verheulen die stond uitgebreid stil bij de rol van de docent. Hè. Die ondersteunt dit enorm, die helpt ook mee waar dat kan. Ineke, ik heb hier ook mooie blijken van waardering klaar liggen. Hè. Dus de winnende docenten die krijgen een oorkonde toegestuurd. En ontzettend mooi, hoe heet dit eigenlijk? Een mooie onderscheiding hè, om neer te zetten. En voor de school hoort daar ook een mooi plakkaat nog bij. Dus die komen allemaal sowieso al jullie kant op. En dan hebben we ze in verschillende kleuren voor de verschillende plaatsen. We gaan starten met het eerste profiel in willekeurige volgorde. Het profiel cultuur en maatschappij. Hallo allemaal, ik ben Cathy. En ik ben Elian en wij zijn van het Stedelijk Gymnasium Bijmen. En voor ons profielwerkstuk hebben we uitgezocht of het mogelijk is om voormalig paus Benedictus XVI verantwoordelijk te houden voor het toedekken van seksueel misbruik. We hebben geprobeerd de informatie uit dit boek te koppelen aan de acties van Jozef Ratzinger, oftewel paus Benedictus, en te kijken op welke manier hij verantwoordelijk kon worden gehouden. Omdat wij natuurlijk zelf geen experts zijn op juridisch gebied, hebben we echte experts in groepen om ons te helpen. Onder andere advocaat Jan van der Ginten heeft ons geholpen om te bekijken hoe het juridisch systeem precies werkt.
En Vaticaankenner Stijn Fens heeft ons informatie gegeven over het leven van voormalig paus Benedictus. En dit alles hebben we gedaan onder leiding van onze geweldige begeleider Niels Hoendevanger. Nu vraag je je natuurlijk af of het gelukt is. En om het kort te zeggen, nee. Het blijkt door de speciale juridische positie van een voormalig paus die nog in het Vaticaan woont, dat het vrijwel onmogelijk is om hem effectief verantwoordelijk te houden. Ondanks dat was het heel erg leuk en hebben wij er wel heel veel van geleerd. Hoi, ik heb onderzocht hoe je de verschillen tussen het eerste en het tweede cordo van Romeo en Juliet van Shakespeare kunt verklaren. Ik heb de cordo's op deze manier naast elkaar gelegd en in elke scène een aantal verschillen gehighlight. En deze aan de hand van een van de vier bestaande theorieën uitgelegd. Ik heb geprobeerd voor elke theorie bewijs te zoeken, zodat ik uiteindelijk zo objectief mogelijk mijn conclusie kon trekken. Mijn conclusie is dat één van deze vier theorieën niet valide is, aangezien ik daar geen bewijs voor heb kunnen vinden, maar dat een combinatie van de andere drie met als belangrijkste de theatrical adaptation de verschillen tussen de cordo's kunnen uitleggen. En ik ben Joyce. En wij hebben voor ons profielwerkstuk onderzoek gedaan naar TBS-verlof. We hebben in ons onderzoek gekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het TBS-verlof veiliger te maken. We hebben als eerst onderzocht hoe TBS en het verlofsysteem precies in elkaar zitten. Welke rechten TBS-gestelden hebben en wat er de afgelopen jaren allemaal al veranderd is. Daarna hebben we met enkele betrokkenen gesproken om zo een overzicht te kunnen maken van knelpunten en positieve punten binnen het TBS-verlofsysteem. Het was best lastig om met betrokkenen in contact te komen, maar het is wel gelukt. We zijn uiteindelijk zelfs naar een TBS-kliniek geweest. Vervolgens hebben we concrete ideeën bedacht die het TBS-verlof veiliger kunnen maken. Al onze ideeën hebben we samengevat in een advies aan de minister voor Rechtsbescherming. Zo adviseren we de minister om meer elektronische hulpmiddelen, zoals virtual reality, toe te passen bij het TBS-verlof. Ook moeten de klinieken een apart team van specialisten opstellen dat zich enkel richt op het uitvoeren van verloven. We hopen dat we minister Dekker met ons onderzoek nieuwe inzichten kunnen geven over hoe het TBS-verlof veiliger gemaakt kan worden, maar nog wel effectief kan blijven. Je zag ijzersterke pitches in het profiel cultuur en maatschappij. Erg goed gedaan. Juryvoorzitter Judy Mesman is hoogleraar interculturele pedagogiek aan de Universiteit van Leiden en lid van de academie. En zij ligt toe in dezelfde willekeurige volgorde waarom de jury heeft gekozen voor deze drie winnaars. Elian en Kati, jullie trekken je het lot aan van de duizenden slachtoffers van seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk. Hiervoor hebben jullie een originele vorm gekozen. Een dagvaarding tegen een voormalig hoofd van de kerk, emeritus paus Benedictus. Wat een goed idee. Hierdoor komt de casus echt tot leven. We zien bijna de paus en de slachtoffer in de rechtszaal zitten. De jury bewondert de hartstocht waarmee jullie opkomen voor de slachtoffers. Die zetten jullie om in een scherp en zorgvuldig analytisch juridisch denken. Dat is des te knapper omdat het recht geen vak is op de middelbare school. Jullie hebben het je echt from scratch eigen gemaakt. Al is het dan niet gelukt om de emeritus paus veroordeeld te krijgen, de jury vond jullie betoog heel overtuigend. Marijn, je hebt met je werkstuk laten zien dat je een echte onderzoeker in de dop bent. Minutieus en nauwkeurig heb je originele wetenschappelijke literatuur over Romeo en Juliet geanalyseerd op zoek naar de definitieve verklaring voor de tekstverschillen tussen twee versies. Woord voor woord vergelijk je Shakespeare's teksten en systematisch zet je alle argumenten voor verschillende theorieën op een rij. De balans opmakend ga je in debat met wetenschappers en formuleer je een duidelijk eigen mening. Je doet dit met passie en in helder Engels. Je geeft er blijk van dat je toneelstuk tot in de puntjes doorgrondt en je bent zeer overtuigend. De jury vindt het werkstuk van hoog niveau. Mocht je het willen, dan kun je er zelfs een masterscriptie van maken. Joyce en Maura. Jullie belangstelling voor misdaad heeft een fraai en zeer volledig werkstuk opgeleverd over een belangrijk onderwerp. Hoe kunnen TBS-verpleegden resocialiseren terwijl de samenleving toch voldoende wordt beschermd? Dat is niet alleen een kwestie van enkelband en alcoholmeter, merken jullie terecht op. Het gaat er ook om de samenleving ervan te doordringen dat niet alle risico's uit te sluiten zijn.
De jury vindt het een huzarenstuk. Hoe jullie je hebben vastgebeten in je materiaal en een overweldigende hoeveelheid informatie toch helder en goed leesbaar hebben gepresenteerd. En dat in een originele vorm. Een advies aan de minister voor Rechtsbescherming. Stuur het op. Hij kan er zijn voordeel mee doen. Ja, mooie woorden namens de jury. En in beeld zijn hier de winnaars. Geef ze een heel groot applaus. Ook al zit je alleen op de bank, achter een scherm. Maar laat je horen voor Elian Lavrijzen, Cathy Joosten, Marijn Bomaars, Joyce Wiersma en Maura te Groothuis. Dankjewel. Ja, het is een overweldigend applaus hier in de balie. Ineke, toch is er een rangschikking natuurlijk. Hè? Een heel spannend moment voor deze winnaars. Wat is er uitgekomen? Ja, uit het verhaal van de juryvoorzitter blijkt al dat jullie allemaal echte winnaars zijn. Maar ik lees de rangorde op. Op de derde plaats is geëindigd Marijn Bomaars met het werkstuk over Shakespeare, Romeo en Juliet. Je komt van het Barleyus Gymnasium en ik wil ook je docent, Christy Mennel, docent Engels, van harte geluk wensen. Wel gefeliciteerd. Dank je wel. Op de tweede plaats een duo, maar dat zegt niet zoveel, want er zijn nog twee duo's over. Het gaat om Elian Lavrijzen en Cathy Joosten met hun werkstuk Habemus Papam in de rechtbank. Altijd fijn om daar ook nog wat Latijn te hebben. Ik ben klassica. Jullie komen van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen en jullie docent is Niels Hoendervanger van Maatschappijwetenschappen. Van harte gefeliciteerd. En dan is ook duidelijk dat de eerste prijs in deze categorie gaat naar Joyce Wiersma en Maura te Groothuis met hun werkstuk over verlof bij TBS. Jullie komen van het Hoge Land in Amersfoort en jullie docent maatschappijwetenschappen heeft jullie begeleid. Hij heet Pieter van Vliet. Van harte gefeliciteerd. Heel erg mooi. Drie ontzettend blije winnaars. Eigenlijk zijn het er zelfs vijf, hè? Maar de drie absolute toppers in het profiel cultuur en maatschappij van heel Nederland. We gaan verder met het profiel natuur en techniek. En ik zeg daarbij opnieuw in willekeurige volgorde. Jaarlijks overlijden miljoenen mensen aan de gevolgen van hart- en vaatziekten. Een van de grote boosdoeners daarbij is boezemfibrilleren. Concepten uit de kunstmatige intelligentie kunnen worden toegepast om snelle en efficiënte diagnoses te stellen. Ik ben Roy. En ik ben Liron. Wij zijn hiermee aan het werk gegaan. Boezemfibrilleren wordt opgespoord door het maken van een ECG, oftewel hartfilmpje. We hebben instructies voor de computer geschreven waarmee deze zelfstandig ECG's kan analyseren. Door de computer vele aantallen ECG's te laten zien, is hij uiteindelijk in staat om zelfstandig uit te vinden of er sprake is van boezemfibrilleren of niet. Na het trainingsproces kan de testen beginnen. We hebben bij je testen een nauwkeurigheid van grofweg 95% vast kunnen stellen. Dit is een mooi resultaat, maar bij een praktische toepassing zouden hierbij nog te veel mensen foutief geclassificeerd worden. We hebben met ons profielwerkstuk daarentegen wel aan kunnen tonen dat kunstmatige intelligentie in de medische sector toegepast kan worden. Hoi, ik ben Younes Schuur, 17 jaar en zit op het Eckert College in Eindhoven. Toen ik mijn onderwerp moest kiezen voor mijn profielwerkstuk, kwam ik een video tegen over CubeSats en hoe deze na een jaar of twee terugvielen naar aarde. Ik vond het zonde en daarom heb ik een oplossing hiervoor gezocht. Dit is een CubeSat. Een CubeSat is een satelliet met een formaat van 10 bij 10 bij 10 centimeter. Soms worden meerdere van deze units op elkaar gestapeld om een grotere satelliet te vormen. De satellieten vallen terug naar aarde vanwege de luchtweerstand. Daarom ben ik eerst begonnen met de luchtweerstand berekenen van deze satellieten. Toen ik die waarde eenmaal had, kon ik gaan ontwerpen. Het doel was om een raketmotor te ontwerpen die in één zo'n unit paste, zodat die makkelijk toe te voegen is aan andere CubeSats. Ten slotte heb ik nog berekeningen gedaan aan de prestatie van deze raketmotor. Na lang onderzoek ziet het resultaat als volgt uit. Uit alle berekeningen blijkt dat als je mijn raketmotor zou toevoegen aan een CubeSat, de levensduur verlengd kan worden van 2 tot 18 jaar. Dit betekent niet alleen dat het praktisch gezien, maar ook economisch gezien slim is om mijn raketmotor toe te voegen aan een CubeSat.
Dit is een Tesla, een van de meest bekende zelfrijdende auto's. Wij zijn Winston en Fior en wij hebben onze eigen zelfrijdende auto gemaakt. En dit is hoe we dat voor elkaar gekregen hebben. Voordat we begonnen aan het PBS, hebben we het project in 3 stappen verdeeld. Als eerst de simulatie. Om te kunnen rijden, moet het kunstmatige brein van de auto kunnen oefenen. En veel kunnen oefenen. Zo leren wij mensen immers ook. Echter zou het te lang duren en waarschijnlijk de auto aan gorden rijden om dit te oefenen in de werkelijkheid. Daarom hebben wij zelf een simulatie gemaakt, waarin honderden auto's tegelijkertijd kunnen oefenen. Stap 2 is het maken van de kunstmatige intelligentie. Het kunstmatige brein maakt beslissingen over wanneer het wel of niet moet sturen en of gas geven. Uiteindelijk wordt het brein overgezet naar de werkelijke auto. Voor de laatste stap zorgt het toevoegen van een sensor en minicomputer aan de gereverse-engineerde auto ervoor dat het kunstmatige brein de auto zelfstandig kan besturen. Ja, hele gave projecten. Echt het onderzoek gewoon hup ermee aan de slag en dan ook nog zo ontzettend goed in kaart gebracht. Zo duidelijk verwoord in 3 ijzersterke pitches. Juryvoorzitter Jenny Dankelman is hoogleraar Biomechanical Engineering aan de Technische Universiteit Delft en lid van de KNAW. En zij vertelt waarom de jury juist koos voor deze 3 winnaars. Liron en Roy, jullie zijn begonnen met een mindmap van mogelijke onderwerpen voor jullie profielwerkstuk. En jullie besloten koers te zetten richting het snijvlak van de biologie en de wiskunde. En gebruikten daarbij een systematische aanpak die jullie op verrassende plekken bracht, maar die ook nog eens heel goed heeft uitgepakt. Het is knap om eerst je eigen neuraal netwerk te ontwerpen en deze dan te trainen met een hoge betrouwbaarheid om boezemfibrilleren te kunnen vaststellen. Het is bijna iets meer voor een bachelorproject dan voor een middelbaar scholier. En jullie hebben de lat voor jezelf dan ook heel hoog gelegd. En al lezende is te merken dat jullie gaandeweg het project meer en meer gefascineerd raakten door het onderwerp. Hierdoor kreeg jullie werkstuk steeds meer diepgang. Dit werd zeer gewaardeerd door de jury. Juno, jij gaat ervoor zorgen dat onze gekoesterde weerapps en TomToms kunnen blijven gebruiken. Je waarschuwt ervoor dat de satellieten waarvan we zo afhankelijk zijn opbranden in de atmosfeer. En jij hebt een raket ontworpen die de satellieten langer in de baan om de aarde moeten houden. En je ging daarbij zeer doelgericht te werk en bracht ons 4 complexe natuurkundige analyses tot een heel helder en overtuigend betoog. De jury vindt het indrukwekkend dat je als scholier een onderzoek op dit niveau uitvoert. Dat uiteindelijk alle stappen de moeite waard blijken en dat de jou gekozen oplossing in principe haalbaar is, is dan ook de kers op de taart. Fior en Weinstein, jullie werkstuk getuigt van bravoure en heerlijkheid. Bovendien is het uitstekend uitgevoerd, waarbij jullie putten uit de computerwetenschap, de natuurkunde en de techniek. Dus jullie vinden het mooi om te zien hoe jullie de computerkennis die jullie jezelf hebben aangeleerd, hebt kunnen toepassen in de praktijk. Jullie doel was kunstmatige intelligentie in te zetten om een auto zelf te laten rijden. En dat is gelukt. Al waggelde het wel een beetje, dat jullie eigen teleurstelling. Maar juist dat je ook die gevoelens die er nu eenmaal bij horen hebt benoemd, verdient bewondering. Jullie zijn stoere durvallen, die heel veel kunnen en ook verder kijken dan de techniek. Jullie schrijven dan ook dat je verheugt op een nieuw tijdperk, dat van de artificiële intelligentie. Met mensen zoals jullie is dus jullie er gerust op dat dit een prachtig tijdperk zal worden. Ja, je kunt wel heel duidelijk horen in die laudatio's dat de jury ontzettend enthousiast is over de kwaliteit van het werk van de 3 winnaars. En hier zijn ze in beeld. Geef ze heel grote applaus. Liron Brundel, Roy Korthout, Juno Schuwer, Fior Klein-Gunnewiek en Winstein Smit. Hier in de balie in de studio gaat het helemaal los. Ik kan me voorstellen dat het een beetje gek is als je op de bank zit te kijken op een iPad of zo, om dan heel hard te klappen. Maar ja, wel als jouw favoriet straks eerste of tweede of ook derde is, kan ik me voorstellen. Want hoe ziet die verdeling eruit, Ineke? Ja, ook in dit geval geldt echt weer dat je voor elk van deze projecten kan klappen. Nou, daar gaan we dan.
Op de derde plaats zijn geëindigd Liron Brundel en Roy Korthout met hun werkstuk over een intelligente ECG-analyse. Jullie komen van de scholengemeenschap Marianum in Groenlo. En ik feliciteer ook van harte jullie docent Hans Geurts, die wiskunde geeft. Wel gefeliciteerd. De tweede plaats is voor Juno Schuur met zijn studie over CubeSat voortstuwingssystemen van het Eckhart College in Eindhoven. Een school om trots op te zijn en ook op jullie docenten natuurkunde, Christel Verhofstadt. Van harte gefeliciteerd, Juno. En jullie zitten allemaal in het profiel natuur en techniek, dus jullie snappen het principe van eliminatie. De winnaar, eerste prijs, de winnaars zijn Fior Klein-Gunnewiek en Winstein Smit met hun studie over artificial intelligence van het Alcuin College uit Uithoorn. En jullie docent wiskunde is Dunja Sampimon. Van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Hele blije winnaars in beeld. Ja, toen jij de tweede plaats bekend maakte, hè, zag je ook de eerste plaats winnaars direct heel erg enthousiast reageren. Ontzettend leuk om dat te zien. Ontzettend leuk dat we zo verbonden zijn op afstand, juist in deze periode. Ineke, voordat we doorgaan met de laatste twee profielen, ga ik kort met jou in gesprek over jouw loopbaan in de wetenschap. Want op het punt, hè, waar nu de winnaars staan, toen jij aan een nieuw hoofdstuk in jouw leven begon, hè, toen je ging studeren, wist je toen al dat je later hoogleraar, onderzoeker wilde worden? Nee, dat wist ik eigenlijk nog niet. Ik wist wel, op iedere schooltype waar ik op zat, van kleuterschool tot lagere school, tot middelbare school, tot universiteit, dat ik elke keer dacht, als ik hier toch eens les zou kunnen geven. Dat is toch wel iets heel geweldigs. Dus toen ik op de middelbare school zat, had ik hele goede docenten. En ik dacht, die weten er echt heel veel van. Dan kom je bij de universiteit en dan merk je dat eigenlijk de sky the limit is. Daar is een ondergrens bij het onderzoek en er is geen bovengrens. En om daarin rond te mogen zwemmen, in die omgeving, dat wens ik jullie allemaal zo toe. Dat is zoiets fantastisch. Dus jullie staan nu op het punt om die sprong te nemen. En er is geen bovengrens. Dus verken maar hoe ver je komt. Nou, het toppunt van uitdaging, hè, wat je daarin kunt vinden. Jij bent klassica, dat zei je net ook al over het Habemus Papam. Dat vond je mooi dat dat erin zit. Hè. Je bent hoogleraar Griekse taal en letterkunde aan de Universiteit van Leiden. Je won heel wat prijzen, waaronder de Spinoza-prijs. Dat is eigenlijk de Nederlandse Nobelprijs, hè, wordt die wel genoemd. En je bent president van de KNAW. Hoe omschrijf je dan een beetje een standaard werkweek? Hoe ziet dat eruit? Ja, daar wil ik wel wat over zeggen. Je beschrijft net die verschillende stappen. Ik wil ook nog wel één ding zeggen over die werkstukken. Want ik zie dat sommige daarvan echt gedreven zijn door een soort fundamentele nieuwsgierigheid. En andere die zijn echt geïnspireerd door een probleem waar je tegenaan komt in de wereld om ons heen. En allebei is belangrijk. En ik doe het ook zelf allebei in die werkweek waar je naar vraagt. Dus ik ben met soms hele technische vragen bezig over Grieks. En ik wil gewoon weten hoe dat zit. Maar de klassici in Nederland doen ook onderzoek naar innovatieprocessen. En wij vragen ons af, ja, dat is allemaal mooi. We delegeren dat een beetje aan techniek, aan geneeskunde, aan veel beta-wetenschap. Maar als de mensen niet snappen wat je ermee moet en hoe het werkt, dan valt het eigenlijk uit elkaar. Dus hoe zit dat nou eigenlijk in de oudheid? Nou, een deel van mijn week gaat hier gelukkig nog steeds over. Dus ik praat met mijn studenten, ik begeleid promovendi, die met een nog veel vergevorderder profielwerkstuk bezig zijn, zal ik maar even zeggen, dan het gezelschap hier op het scherm. Maar ik ben nu natuurlijk ook veel tijd bezig met de KNAW. En die houdt zich bezig met de positie van Nederland, van wetenschap in Nederland. Het beschermen van wetenschap in Nederland, omdat we het heel belangrijk vinden dat we een kennissamenleving zijn. Dus dan praat je ook over geld, maar ook over hoe je de carrières van jonge onderzoekers kunt beschermen. Want die zijn heel belangrijk in de continuïteit van ons systeem. En soms mag je iets doen zoals vanmiddag. Dus jullie zijn vooralsnog de highlight van mijn week, het uitreiken van deze prijzen. De winnaars, die staan nu op een heel bijzonder moment in hun leven. Hè? Ik weet nog, toen ik
in die fase zat, wist ik nog niet wat ik later wilde worden. Dat weten heel veel mensen dan ook nog niet. Hè? En dan ga je straks studeren. Wat hoor jij nu terug vanuit de universitaire wereld over hoe dat gaat zijn? Want je hoort al heel veel over online classes en zo. Wordt het nog wel leuk? Ga je straks wel echt bonden met nieuwe vriendschappen sluiten en zo met je jaar, met je lichting? Hoe zie je dat? Ja, ik ben heel blij dat je die vraag stelt. Want inderdaad, als je de krant leest, dan lijkt het alsof we ons volledig hebben neergelegd bij online onderwijs. En je kan best dingen online doen, dat weten ook deze leerlingen maar al te goed, want daar zijn ze al maanden mee geconfronteerd. Maar elke universiteit is gericht op terugkeer. En zeker voor de eerstejaars. Want gaan studeren is zoveel meer dan alleen in die collegebank zitten en kennis consumeren. Zo werkt het überhaupt niet. Je wilt de interactie, je wilt de frictie van met andere mensen spreken. Je wilt nieuwe vriendschappen sluiten. Je wilt ontdekken wat je positie in het leven is. Op een gegeven moment wil je heel graag zelfstandig gaan wonen. En voor al die dingen moet ruimte zijn. Dus als er ergens ook maar een beetje ruimte komt in de universiteiten, dan weet ik zeker dat de eerstejaars, en dat is het punt waar deze leerlingen zijn, dat die voorrang krijgen. En ik hoop ook heel erg om mijn eigen studenten dan gewoon fysiek te mogen verwelkomen in een collegezaal. Ja, dus daar is echt de focus op. Hè? Ja. Jij hebt een goede hoop dat dat echt goed gaat komen. Ja, ik weet niet zeker of dat gaat lukken, maar voor zover het gaat lukken, is dit de groep die voorrang moet krijgen. Ja. Je zei net over wie er twijfelt aan een carrière in de wetenschap. Hè? Misschien is dat wel wat voor je. Je zei, het brengt heel veel uitdaging met zich mee. Het is mooi als je dat voelt. Dat geeft heel veel voldoening. Ja. En tegelijkertijd heb je het ook gehad over nieuwsgierigheid. Dus je wil weten hoe het zit. Wat geeft jou het meeste voldoening, los van wat je net hebt aangedragen? Ja, weet je wat het is met die nieuwsgierigheid? Dus natuurlijk, deze leerlingen zijn heel getalenteerd. Ook in onderzoek doen, hebben ze al laten zien. Maar het is helemaal niet gezegd dat ze een carrière in de wetenschap ambiëren. Alleen ze hebben in een omgeving gefunctioneerd. Dit zijn goede scholen met docenten die die houding kennelijk ook kunnen voorleven. Het is enorm belangrijk dat we overal in de maatschappij mensen hebben die dit geproefd hebben. Dus je hoeft helemaal geen carrière in de wetenschap te volgen om het belang van die nieuwsgierigheid te erkennen en daar in je hele leven wat aan te hebben. Als burger, als vriend, als in alle hoedanigheden en rollen die mensen hebben. Je vroeg wat mij het meeste voldoening geeft. Ja, ik kan aan heel veel verschillende aspecten van mijn werk altijd plezier ontlenen, gelukkig. Het is als je wat nieuws vindt. Dat gebeurt niet zo vaak als je zou hopen, maar het gebeurt wel natuurlijk. Dat je echt denkt, ik heb geloof ik een heel goed idee gehad. Daar loop ik dan ook echt even mee rond. Ik denk, ik heb zojuist echt een goed idee gehad. Dat is heerlijk. Maar ik vind het ook geweldig om met mijn studenten een handschrift te ontcijferen en dan met elkaar pizza te eten, omdat het gewoon ontzettend fijn is om met elkaar dat werk te doen. Ja, heel erg mooi. Dus ook als je niet een carrière in de wetenschap ambieert, die hele onderzoekende houding, ja, dat wat allemaal komt kijken bij een goed profielwerkstuk, dat is ontzettend fijn, hè, om dat een plek te geven in je leven ook. Ja, onderzoek en onderwijs, dat hoort totaal bij elkaar. En wij willen een kennismaatschappij zijn. En dat betekent dat je voeling moet hebben met een manier waarop je het met elkaar eens kan worden over een route naar wat we eens zullen gaan doen. En dat is uiteindelijk een onderzoeksroute, een onderzoekende route. En dat onderzoeken past ook al, hè, in het onderzoeken wat je met de volgende fase wil gaan doen. En dit kan daar een mooie bijdrage aan leveren, hè? Ja. Natuurlijk als je dit wint. We gaan door met de voorlaatste categorie, want ondertussen hebben we de spanning nog verder opgebouwd voor de finalisten die nog niet, of de finalisten, de winnaars die nog niet weten waar ze eindigen. We gaan door met de voorlaatste categorie. Dat is het profiel economie en maatschappij. Hallo, ik ben Lise Klapwijk en voor mijn profielwerkstuk heb ik onderzoek gedaan naar executieve functies. Executieve functies zijn vaardigheden die ons gedrag in goede banen leiden. Een paar voorbeelden zijn inhibitie, planning en organisatie en flexibiliteit. Ik heb gekozen voor dit onderwerp omdat het nog relatief onbekend is. Terwijl juist uit verschillende onderzoeken is gebleken dat executieve functies bepalender zijn voor succes in de toekomst dan bijvoorbeeld IQ. Daarom leek het mij vernieuwend en waardevol om iets te ontwikkelen waarmee de executieve functies op jonge leeftijd al gestimuleerd kunnen worden.
Uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om een spel te maken aan de hand van de metafoor van de boot. Dit om ingewikkelde termen weg te nemen en het behapbaar en aantrekkelijk te maken voor de kinderen. Het is de bedoeling dat de kinderen met hun bootje alle eilandjes afgaan om de ontbrekende bootonderdelen te kunnen verzamelen. Alle bootonderdelen staan voor een afzonderlijke executieve functie. En ze kunnen verzameld worden door het spelen van spelletjes die de desbetreffende functie stimuleren. Als alle onderdelen verzameld zijn, is de boot klaar om de wijde wereld in te varen. Net zoals iemand pas echt klaar is om de grote mensenwereld te betreden, als alle executieve functies voldoende ontwikkeld zijn. Hi, my name is Camille Lennerts, and for my project I study post-genocidal tribunals, especially the Rwanda and Yugoslavia tribunals. And by doing so, I was able to come up with recommendations for how a future tribunal should be structured, believing that genocides are going to happen again, and the least we can do is come up with a proper working judicial structure to deal with them. I started this project without any previous knowledge, so the first thing I did was watch this movie Hotel Rwanda. It fascinated me, and I decided to do this project within the field of genocide studies. It struck me that these previous tribunals didn't function properly, and I wanted to see how this could be improved in the future. I did this by looking into statutes, annual reports, and responses to these previous tribunals. So I was able to come up with a list of 22 recommendations of how future tribunals should be designed, and the four most important ones are that it should be a hybrid court, meaning that it's composed of members of the international community and locals, that it should have joint funding, that it should be located outside of the country where the events took place to create safe distance, and that it should be set up with the right intentions and not to compensate the neglectance of the international community with interfering. Voordat dit land er was, zag je hier een uitgestrekte Zuiderzee. Maar 100 jaar geleden veranderde het water in hun land en werd er geprobeerd de perfecte samenleving te creëren. Hoe is de Noordoostpolder ontstaan en ingericht? Vooral, wat zijn de gevolgen daarvan geweest voor de huidige samenleving? Om dat te onderzoeken hebben we archiefonderzoek gedaan, boeken gelezen en interviews gehouden met 5 deskundigen. Vervolgens hebben we met alle informatie in verslag gemaakt en met extra filmopnames een documentaire van 1,5 uur in elkaar gezet. Dat het allemaal vlekkeloos verliep. De documentaire opeens weg, het geluid dat het niet goed deed. Dat is waar, maar met uren extra werk hebben we dat samen toch heel goed opgelost. Uiteindelijk kwamen we tot de conclusie dat de Noordoostpolder is ontstaan door een voedseltekort, de vraag naar bescherming en het geloof in een maakbare samenleving. Het werd ingericht volgens de centrale plaatstheorie van Walter Kristaller en er kwamen vele verzeilde voorzieningen. Met een selectieproces werden de nieuwe inwoners geselecteerd die een eigen samenleving opbouwden, met teleurstelling van de afgewezen kandidaten. Nu is de verzeilde afspiegeling verdwenen, heeft de Noordoostpolder grote kavels, is er minder criminaliteit en is er nog een kleine pioniersgeest. Want zelfs de meest onmogelijke droom is waar te maken, als je er maar in gelooft. Ja, heel goed gedaan. Ontzettend mooie pitches die je heel nieuwsgierig maken naar de rest van het onderzoek. Je hebt echt zin om je er meteen in te gaan verdiepen. Jurylid Stefan Smeekes is universitair hoofddocent kwantitatieve economie bij Maastricht University en lid van de Jonge Academie. En hij vertelt ons waarom de jury juist deze 3 winnaars opnieuw in willekeurige volgorde uitkoos. De eerste finalist is de executieve functies van Lize Klapwijk. Lize, je hebt een voorbeeldig ontwerponderzoek gedaan. Wat jouw werkstuk bijzonder maakt, is de brug die je weet te slaan tussen theorie en praktijk. Eerst heb je systematisch literatuur verkend over de werking van de hersenen, leergedrag van kinderen tussen 8 en 12 jaar en de rol van executieve functies. Vervolgens heb je de literatuur vertaald naar een spel dat executieve functies bij kinderen stimuleert. En wat een knappe vertaalslag is dat! Alleen al het idee om een spel te maken dat kinderen helpt bij het leren door ze meer regie te geven over planning, impulsen en emoties is verrassend. Dan heb je het ook nog eens heel precies uitgevoerd. En consistent en creatief. En dat in je eentje. De jury is ervan diep onder de indruk. De tweede finalist is Insights from the Yugoslavia and Rwanda Tribunals for Later and Future Tribunals for Trialing International Core Crimes van Camille Lennerts.
Camille, je hebt een fijn werkstuk geschreven dat de jury met plezier heeft gelezen. En dat over een belangrijk, maar ook zwaar en complex onderwerp. Hoe ziet het ideale tribunaal eruit, vroeg jij je af. Je was gegrepen door de film Hotel Rwanda en begon aan dit werkstuk zonder enige voorkennis. Toch wist jij de berg aan informatie en ook de soms gruwelijke kanten van je onderwerp te baas te blijven, onder andere door je vraag goed af te bakenen. Je hebt jezelf een duidelijk doel gesteld en daar systematisch naartoe gewerkt. Daarbij heb je zelfstandig onderzoek uitgevoerd en geef je blijk van veel begrip en een sterk analytisch vermogen. Het resultaat is een profielwerkstuk waarin alles op zijn plaats valt. Dat vindt de jury heel knap. De derde finalist is Noord-Oostpolder van Kirsten van Dalen, Julia Meijer en Nicole Overeem. Kirsten, Julia en Nicole, jullie wonen in een bijzonder gebied dat niet door de eeuwen heen organisch is ontstaan, maar aan de tekentafel is ontworpen. Dat gegeven hebben jullie aangegrepen om een prachtig en actueel werkstuk te maken over de maakbare samenleving. Juist in een tijd waarin wij onszelf opnieuw moeten uitvinden, raakt dat ons allen. Jullie laten zien dat je door teamwork boven jezelf uit kunt stijgen. Ten eerste door een mooie verbinding te maken tussen twee disciplines, geschiedenis en aardrijkskunde. Ten tweede door behalve een geschreven werkstuk ook nog een interessante documentaire te maken. En last but not least, jullie werkstuk ziet er fantastisch uit. Het zou zo in de boekhandel kunnen liggen. Ja, hele mooie enthousiaste woorden. En we hebben inmiddels verbinding met de winnaressen. Ze zijn hier in beeld. Geef ze een heel groot applaus. De winnaars Economie en Maatschappij, Lize Klapwijk, die de slingers al heeft opgehangen, Camille Lennaerts en Kirsten van Dalen. En natuurlijk Julia Meijer en Nicole Overeem. Enorm gefeliciteerd. Groot applaus. Maar wie van jullie eindigt op de derde, de tweede en de eerste plaats? Ineke. Ja, ik mag dat nu zeggen en dat ga ik ook doen. Op de derde plaats is geëindigd Camille Lennaerts met het werkstuk over Insights from the Yugoslavia and Rwanda Tribunals. Je komt, Camille, van het Haarlemmermeer Lyceum BDC, dat heb ik opgezocht, Baron de Coubertin, dat is de locatie, belangrijk, in Hoofddorp. En jouw docent geschiedenis is Gijs Rommelsen. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Op de tweede plaats zijn geëindigd een teamprestatie van Kirsten van Dalen, Julia Meijer en Nicole Overeem met het werkstuk over de Noordoostpolder. En jullie hebben je eindexamen gedaan aan het Emel Werda College in Emmeloord, heel toepasselijk. En jullie docentengeschiedenis is Imke Poutsma. Van harte. En dan weten we ook de winnares, Lize Klapwijk. Van harte gefeliciteerd met je werkstuk over executieve functies van de GSR in Rotterdam. Onder begeleiding van docent maatschappijwetenschappen Matthijs Lems. Wel gefeliciteerd. Heel mooi. En bij Lize gaat ook meteen de confetti de lucht in. Het gaat daar helemaal los. Even kijken hoor of we die verbinding hebben. Lize, jij had het verwacht met die slingers. Nou, wat weet je. De nominatie was überhaupt al een heel groot compliment. Dus of ik nou derde werd of eerste, het was sowieso al gewoon een feest. Hartstikke mooi. Enorm gefeliciteerd aan alle winnaars in het profiel Economie en Maatschappij. Super gefeliciteerd allemaal. We gaan door met al de laatste categorie, het laatste profiel. Het profiel Natuur en Gezondheid, opnieuw in willekeurige volgorde. Nou, voor mijn profielwerkstuk heb ik onderzoek gedaan naar emotie bij dieren om te proberen een wat vreedzamere wereld te creëren. Mensen lijken namelijk niet zoveel empathie te hebben voor dierenrijk, maar wel voor hun medemens. En daarom ligt dé oplossing hem in het vermenselijken van dieren. Nou, voordat ik begon met schrijven heb ik me in deze boeken verdiend, talloze TED-talks gekeken en een kleine lezing van bioloog Jan van Hoofd bijgewoond.
Ik begon met het schrijven van een soort emotioneel betoog, wat uiteindelijk mijn inleiding is geworden. En voor mijn praktisch onderzoek ben ik 2 dagen te gast geweest in Apenhul. En dat is ook waar het net even misging. Ik had misschien iets te veel hooi op mijn vork genomen. En ik had zoveel informatie verzameld dat dit de data van het bonenboos werd. Nou, uit mijn PWS is gebleken dat sommige dieren alle menselijke emoties ervaren. Ze zijn slechts minder ver ontwikkeld. Woelmuizen zijn verliefd, makaken hebben empathie en ratten gaan precies op dezelfde manier om met fobieën als jij en ik. Dieren zijn daarmee echt de underdogs van het emotionele leven. Hoi, ik ben Koen. Mijn profielwerkstuk gaat over polsblessures bij turnen. Ik ben zelf een turner en ik merk dat veel blessures ontstaan bij het toestel voltige, dat de meeste mensen zullen kennen als paard. En daarom ben ik onderzoek gaan doen naar de oorzaken van deze blessures en ben ik gaan kijken hoe we deze blessures kunnen voorkomen. Om goed te begrijpen hoe deze blessures ontstaan heb ik eerst mezelf gefilmd en daarna deze beelden geanalyseerd. Zo kon ik goed bekijken op welke manier de pols belast wordt. Vervolgens heb ik door middel van een berekening een schatting gemaakt van de grootte van de krachten die op de pols terechtkomen. Uit deze 2 delen heb ik geconcludeerd welke blessures er verwacht worden op toestel voltige. Daarna heb ik deze blessures vergeleken met de blessures die in de praktijk voorkomen bij topsporters. Dan ben ik gaan kijken, hoe kan ik deze blessures voorkomen? Daar heb ik een aantal punten voor opgesteld en deze punten heb ik verwerkt in een zelfgemaakte polsbrace. Naar aanleiding van de conclusies van mijn onderzoek heb ik een polsbrace ontworpen die aan 3 eisen voldoet. Er wordt een bandje gedragen onder de polsbrace, waardoor de zijkant van de pols ondersteund worden. Verder is hij een stuk langer dan het klassieke polssteuntje, waardoor hij ook aan de onderkant van de arm ondersteunt. En verder heeft hij een brug die ervoor zorgt dat de kracht verdeeld wordt van de onderarm helemaal tot de middenhalsbeentjes. Hoi, ik ben Emé en ik ben Sophie. En dit is onze school, het Van Marlen Lyceum in Eindhoven. Als profielwerkstuk hebben wij een muziekinstrument ontwikkeld voor dove mensen. Meneer Messelaar heeft ons hierbij begeleid. Hij geeft natuurkunde. Als eerste hebben we onderzocht hoe het gehoor werkt en hoe je muziek door middel van de Fourierreeks wiskundig kan weergeven. Daarna hebben we andere zintuigen onderzocht en hoe je daarbij muziek zou kunnen ervaren. We hebben gekozen voor het zintuig voelen. Het zintuig zien wilden we eerst ook kiezen, maar die hebben we bij tijdsgebrek toch achterwege moeten laten. Daarna hebben we onderzocht hoe je voelen met muziek kan combineren. We kwamen uit op de bass shaker. Dat is een soort omgebouwde speaker die extra hard meetrilt bij muziek. We hebben zelf de bass shaker gemaakt en toen hebben we een constructie eromheen ontworpen die een soort voetsteun is. En toen hebben we onderzocht hoe je de bass shaker aansluit op een elektrische gitaar. Het resultaat is de zintast, een apparaat dat je kan aansluiten op je elektrische gitaar, waardoor een doof persoon zelf muziek kan spelen, voelen en ervaren. Je kan zelfs het verschil in toonhoogte voelen. Ja, briljant natuurlijk. En dat geldt voor alle 3. Ja, dat je heel goed kunt voorstellen dat de jury deze 3 winnaars heeft gekozen. Iets wat je terugzag in alle profielen. En ja, dat maakt het ook zo moeilijk om dan te komen tot de rangschikking. 3, 2, 1. Maar eerst over de selectie van deze 3 winnaars. Juryvoorzitter Tom van der Pol is hoogleraar inwendige geneeskunde, verbonden aan het Amsterdam UMC en lid van de KNAW. En hij vertelt over de keuze van deze 3 winnaars. Hallo, Julia, Koen, Sophie en Emé. Mijn naam is Tom van der Pol en ik had het grote genoegen om voorzitter te zijn van de profielwerkstukcommissie die moest beoordelen welke profielwerkstukken gemaakt door middelbare scholieren het beste waren in Nederland op het gebied van natuur en gezondheid. En laat ik beginnen te zeggen, jullie zijn de uitverkorenen. Wij hebben als jury een groot aantal werkstukken mogen beoordelen en jullie daarvan waren de top 3. Mijn ongelooflijke complimenten, want jullie hebben niet alleen prachtig werk geleverd, maar ook de jury een geweldig leuke tijd bezorgd, omdat wij in de gelegenheid gesteld werden jullie werkstukken te beoordelen. Laat ik jullie werkstukken in willekeurige volgorde, want we houden de spanning er nog even in, bespreken. En beginnen met het werkstuk van Julia Pipolo van Instinctmachine naar Emotioneel Wezen. Julia, jouw werkstuk spatte werkelijk de emotie en de passie vanaf. Je hebt een werkstuk gemaakt over het gevoelsleven van primaten, daar waar de meeste gedragsbiologen zich daar niet aan durven te wagen.
Het getuigt van heel veel lef dat jij het wel hebt gedaan. Je laat zien dat primaten kunnen lachen, rouwen en liefhebben. En je durft zelfs de vraag te stellen wat dit betekent voor dierenrechten. We dachten even met een bachelorscriptie te maken te hebben, omdat het zo'n uitgebreid en doordrongen en prachtig geïllustreerd werk was. Julia, onze complimenten. Het tweede werkstuk was van Koen Ling, oorzaken en preventie van polsblessures bij Turner Heren. Ook daar is het woord passie van toepassing en enthousiasme. Je hebt een werkstuk gemaakt over de belasting van topturners en vooral gefocust op het polsgewricht. En jij kan daarover meepraten, want je bent zelf een topturner. En dat maakt dit werkstuk heel erg bijzonder om te lezen. Je hebt een polsband gemaakt, een ondersteuning van de pols. En daarmee ook onderzoek gedaan bij je collega-turners. En je hebt laten zien dat die polstoon die je zelf gemaakt hebt, de belasting van de pols vermindert. Een prachtig werkstuk met ook fraaie anatomische platen van het polsgewricht. Een enorm compliment waard. Het derde werkstuk is van Sophie Olbers en Emé Mulderijen en is getiteld Horen zonder oren. En dat was zo'n origineel onderwerp, dat vonden wij echt geweldig. Jullie hebben geprobeerd om een instrument te maken waarmee je slechthorenden ook kan laten genieten van muziek. En daarvoor hebben jullie een zogenaamde bar shaker gemaakt, verbonden aan een elektrische gitaar. En daarmee, die wordt dan geplaatst in de voetholte en daarmee kun je dan muziek ervaren terwijl je niet goed kan horen. Heel origineel onderwerp, ook prachtig en mooi uitgewerkt. Laat ik eindigen met jullie zijn alle drie winnaars. Dus wie de wint, maakt eigenlijk helemaal geen bal meer uit wat mij betreft. Prachtige werkstukken. Ik denk dat jullie uitermate geschikt zijn om straks op de universiteit verder te gaan. Want deze werkstukken kunnen eigenlijk zonder uitzondering voor bachelorscriptie doorgaan. Grote complimenten. Dank dat ik dit heb mogen doen. Ja, heel erg mooie woorden in die uitgesproken laudatio. Met hier in beeld de winnaars. Ja, je hoorde net Tom van der Pol zeggen, het maakt eigenlijk geen bal meer uit. Jullie zijn allemaal al winnaar. Maar ik kan me voorstellen dat je daar op dit moment anders over denkt. Een superspannend moment. Graag een heel groot applaus voor deze toppers, deze winnaars. Julia Pipolo, Koen Lin, Sophie Albers en Emé Mulderijen. Geef ze een heel groot applaus. Ja, enorm goed gedaan. Ineke, ja, jij gaat nu bekendmaken hoe de rangschikking eruit ziet op het erepodium. Ja, ik vind het alweer heel jammer dat dit alweer de laatste categorie is. Want dit bevalt mij wel, wat ik hier allemaal hoor. Het enige wat me daarmee troost is dat ik straks ook zo'n confetti-kanon schijn te mogen afschieten. Dus, daar kijken we wel naar uit, ja. Ja, we gaan gauw de rangschikking bekendmaken. Op de derde plaats is geëindigd Julia Pipolo met het werkstuk Van instinctmachine naar emotioneel wezen. Julia, je zit op het Vossius Gymnasium in Amsterdam en jouw begeleidster was biologiedocente Ruthie Fraterman. Van harte gefeliciteerd. De tweede plaats. Sophie Olbers en Emé Mulderijen met Horen zonder oren. Jullie komen van het Van Maarland Lyceum in Eindhoven en jullie docent was de natuurkundedocent Arthur Messelaar. Grote complimenten en wel gefeliciteerd. En Koen, een grote onthulling is het niet meer, maar jij hebt de eerste prijs in deze categorie gewonnen. Koen Lin, oorzaken en preventie van polsblessures bij Turnen Heren. Je zit op het Center for Sports and Education in Zwolle. En jouw docent en begeleider was het natuurkundedocent Jacco Dankers. Ik feliciteer jullie allemaal en jou speciaal van harte. Heel veel dank. Ja, en Koen, nu je verbonden bent met ons, hè, ik denk veel kijkers vragen zich natuurlijk af. Je hebt een enorm mooie oplossing ook bedacht. Wordt die al breder toegepast? Of hou je hem voor jezelf? Ik heb er nu zelf dus één gemaakt. Die heb ik hier liggen. Ik ben nu nog niet van plan om dat groot te gaan produceren, maar ik denk dat het wel zou kunnen. En wie weet, als er iemand met een goed plan komt om dat op grotere schaal te gaan produceren, dan is dat alleen maar leuk en kan het ook veel mensen helpen, denk ik. Ja, heel knap werk en het levert je ook meteen de eerste plaats op. En hopelijk ben je meteen ook verlost van een hele nare blessure. Enorm gefeliciteerd aan de winnaars. Dankjewel. In het profiel natuur en
gezondheid. Ja, het laatste profiel, Ineke, de laatste prijzen zijn bekendgemaakt. Blijf nog wel eventjes onder ons, want we gaan alle winnaars nog in beeld brengen voor een kort slotmoment. Want ik wil jullie allemaal vragen, pak je pakket erbij. Pak die confetti shooter, als je niet net zoals Lise hem al hebt gebruikt. En wacht heel eventjes tot het aftelmoment, want dan gaan we aftellen straks van 10 naar 0. En op 0 willen we heel graag al die confetti door de huiskamers, door het café waar jullie zitten, heen zien vliegen. Weet je, al moet je het zelf opruimen, kan jou het schelen. En ondertussen gaan wij hetzelfde doen hier in de balie met een glaasje erbij. Dus pak vooral ook een glaasje erbij. Ineke, ik heb hier een glaasje voor jou. Dankjewel. Alsjeblieft. En dan gaan we toast uitbrengen op de wetenschap, maar vooral op al die winnaars. 19 winnaars van de Onderwijsprijs 2020. We gaan aftellen tot het confetti-moment. Zijn jullie er klaar voor? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gefeliciteerd allemaal! Dat levert een ontzettend feestelijk beeld op. Ineke, proost. Een toast op alle winnaars. En het volgende hoofdstuk in jullie leven. Dit was de Onderwijsprijs 2020. Dankjewel voor het kijken. Cheers!